Welkom bij de Ruitervlog van week 22. Zoals jullie zien doe ik, Jari Boerboom, de vlog. Son van de Knaap die is even een weekje weg. Dus ik mag jullie dadelijk rondleiden in het gewas. Zoals jullie weten is er behoorlijk afwisselend weer geweest de afgelopen tijd. Dit vereist zeer actieve sturing. Met name we hebben dan veel instraling gehad, maar ook heel veel regen. En dit is dus een heel belangrijk moment om je klimaat goed in de gaten te houden en om sterk de zomer in te gaan. Hier staan we in de onbelichte teelt bij de Marlies. Zoals je ziet is de kopdikte de laatste week iets afgenomen. Het aantal bloemen blijft sterk op 7 bloemen, waardoor we mooie trossen aan kunnen houden. We zien dat er geen zettingsproblemen zijn ontstaan, ondanks het wisselende weer. En de groene delen zien er onderin nog heel mooi en sterk uit. Zeker ook de kronen, die hebben ogen mooi fris en sterk. Dus daar zijn we zeker niet ontevreden over. Hier staan we nu bij de Marinies. Wat we hebben gezien afgelopen week is dat de bladlengte die is iets teruggedrongen. De kopdikte die is ook wat fijner geworden. En hier zien we ook dat de vruchten goed zetten. Wel iets minder bloemetjes dat we tellen aan de tros. Verder vanuit de praktijk hoor ik regelmatig dat de rups een probleem is. Dus het is belangrijk om hier actief op in te spelen en goed te scouten. Om te voorkomen dat er de rups een te grote plaag worden in de kas en eventueel die vruchten beschadigen of je planten. Dus het is belangrijk om daar de komende tijd goed op te letten. Hier staan we nu bij de Grandis. De Grandis heeft hier een wat opstaande tros wat we zien. We zien een beetje een rommel op de tros ontstaan. Komt mede ook door het een beetje wisselvallige weer. En je ziet dat die door een beetje uit balans staat wat dat betreft. Onderin zijn de vruchten mooi grof en mooi uitgedikt. Met een mooie glans. En je ziet wel dat dit echt de krachtigste van de drie is. En dat die hopelijk met meer zon dadelijk beter in balans komt te staan. Dat die dan mooie productie levert. Hier staan we nu in de voormalige belichte kas bij de Merlies. Wat opvalt is dat de koppen hier ook wat opener staan. Het gewas staat zelf ook wat open. Het blad begint iets in te korten. En we zien dat het gewas heeft echt een extra licht nodig. En zeker voor de vruchten die er onderin zitten. Om die mooi te laten afrijpen, te laten groeien. En voor de rest wat we hier zien is een beetje lichte kleur in de kop. En we hopen dat dat dadelijk een mooi donkere kleur wordt. Mooi donkerpaars. Dat het echt kracht gaat uitstralen. Hier staan we nu bij de Marinies. Bij de Marinies is de kop ook wat geslonken. We zien dat de vruchten mooi uitgroeien. En wat we wel eens zien is dat er een her en der een krimpscheurtje kan ontstaan. Wat we nog meer zien hier is dat de witte vlieg die lijkt ook redelijk geslonken in de populatie. De makelovers heeft het goed opgepakt. En je ziet af en toe hier op de vangkaarten zie je nog een wit vliegje zitten. Maar dit is momenteel goed beheersbaar en daardoor moeten we goed de zomer in kunnen gaan. Hier staan we bij de Grandis. Zoals je ziet staat hij mooi, goed generatief, goed sterk. En ook de dikste kop van de drie. Wat we zien ook is dat hier de stengeldikte is net ietsjes dikker. De trossen zijn mooi gezet. De vruchten groeien goed uit. De zetting ziet er goed uit. Ja, en onderin, als je daar kijkt, hartstikke mooie vruchten. Mooie glans, dieprode kleur. Zo zien we ze graag. Dit was de vlog van week 22. Volgende week is Son van de Knaap weer. En we zien u graag weer terug volgende week. Tot ziens!